Hoewel bijna omvergereden, wist onze cameraman toch de internationale motocrossmeute in beeld te houden. Zonder rancune volgde hij de Duitser Diefenbach, die het allemaal op zijn geweten had, toen deze weer aansluiting zocht en vond bij het veld dat in het Brabantse Sint-Antonis streed om de Coupe des Nations. In de eerste manche reed de Rus Moiseev, nummer 39, voor de Belg de Koster, nummer 5, naar een gemakkelijke overwinning. Al was het terrein allesbehalve gemakkelijk, zoals ondanks de aanmoedigingen verschillende coureurs ondervonden. Onder hen de Belg Harry Evert, nummer 8, die overigens vrij snel weer in het zadel zat. Peter Herlings droeg er met zijn teamgenoten Frans Zichtmans en Toon Karsmakers veel toe bij dat de Nederlandse ploeg de tweede plaats bereikte in het landenklassement. Dit spectaculaire stuntwerk werd ook uitstekend beheerst door de Belgische wereldkampioen Roger de Koster, nummer 5, die de tweede manche met ruime voorsprong op zijn naam bracht en daardoor tevens eerste werd in de individuele rangschikking. De vermoeide de Koster liet met zijn team maar liefst 11 landen achter zich, waaronder de grote kanshebbers als Zweden, Amerika, Rusland en Tsjechoslowakije.